MacBook Jurassic World Evolution. Ja. Ik stap het net voor mijn eerste keer op. Dit krijg ik op het begin. Ik ken het niet. Ik heb het alleen gezien. Dus ik hoop dat het leuk gaat worden. Ik ga een lekker lange video. Ik ga het hele dag bijna spelen. Misschien zelfs de hele dag. Dit spel is zeker een aanrader. Is echt leuk. Vondig. Nee. Uit de aardbol komt een dinootje. Gaat hij krabben? Hij doet het nog. Lekker geluidje. En heel veel. Ik zet de brightness iets hoger. Ik denk op 55. En dan komt je. Let's go! Een nieuwe game! Ik heb geen deluxe edition. Hello. I say welcome. My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Ja, mijn broertje zit hier naast en die is natuurlijk ook heel hype voor het spel. Ja! Hij vindt het ook leuk dat ik het heb. En ik hoop gelijk dat het pak natuurlijk helemaal geslaagd is. Gewoon, maar hoe save je iets? Dat is de vraag. Ja, kom op die auto! Nice. Oh ja, daar gaan we jongens, daar gaan we. Ik ben zo hype. Ja. Isla Matanceros. Zo, mooie naam. Isla Matanceros of zo, zei hij. Oh, zie me even daar. Oh lol, ik kan het skippen. Doe niet. Maar ik wil het zien. Ja, daar is mijn eiland. Kijk, dit is het. Heel leeg. Het is echt mooi leeg. Heel mooi. Het is echt heel kut zo. Het is lelijk. Ik was in Jurassic World muziekje. 3 milli. Oké, 3, 1. Oké, ik snap dit spel echt voor geen reet. Ah, kijk, zo weer. We've already started on an enclosure for you. You should just attach it to the side. But watch out for dinosaurs. Ah, just kidding. Bam, let's go. Eerst het gebouw al. Maar ja, dat moet. Which is create dinosaur facilities on the island. Ja, ik weet het. Ah, hij heeft gewoon nu al moet hij nog even bouwen. En ik snap allemaal niet wat ik doe. Ik heb nog echt niet gespeeld. Dus. Hey Messi, wait for construction to ja, ik. Bam, zeer gaaf. Kut, dit is zo moeilijk. Bouwen is super moeilijk op PlayStation. Oh my god, zo onmogelijk. Ja, ik heb iets gebouwd. Het is een beetje scheef. Oh ja, ik mag me eerst de dino gaan incubaten. Oh, daar gaat hij. Hopelijk gaat hij niet op het begin fout. Dus goed, kan dat niet, of wel? Jongens, daar komt hij, onze eerste dinosaur. Het is een lekker kleintje. De kleine beest. Ik kan er nog een gaan incubaten, maar dat doe ik op het begin nog echt niet. Dat is echt dom. Ik wil een beetje mijn parkjes upgraden, dat ik heel veel geld per minuutje kan krijgen. En dan ga ik heel veel dino's doen. Release, hoor, daar komt hij. Rar, daar komt hij. Meer. Yo. Welkom to het park. Dit is mijn parkje. Yo. Ik heb een achievement. Life find a way. Alleen jullie zien dat gebeurt. Hey, waar gaat hij? Hij gaat om. Even een beetje uitzoomen. Nou ja, Fossil Center, volgens mij is dit het. Hey, kaps met lullen tegen mij. Hey, ik wil gaan spelen. Ik wil iets bouwen. Oké, je kan zelf iets doen. The Hammond Foundation has three main areas of interest. Security. Ik moet sowieso wat bomen hier zo gaan weghalen zo meteen, denk ik. Hier komt de fastfood, sowieso. Fastfood. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team.
choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Hey, the man. Wat zou ik doen? Wil je security, entertainment of science? Ik ga sowieso eerst even iets voor mijn entertainment. Oh, dat is cash. Oh ja, de expeditiecenter, die wil ik ook graag hebben, dus. Dus die vind ik echt niet erg om te moeten bouwen. Ik ga hem sowieso een beetje... Die tijd wil je toch vastgoed? Ik kan niet bouwen, waar... Dat is een hoop. Oh kijk, nee, dat is altijd... Ik kon hem hier net ergens bouwen. Ja, zo, ik bouw hem gewoon hier, boeien. Oh, dan gaan de bomen ook maken. Oh, dat is cool. En een pot. Ik moet hem hier bouwen. Hier een pot bouwen is best moeilijk hoor, geloof me echt. Maar Timo die wil dit spel zo gaan spelen, maar dan ben ik al heel ver. Dus ik hoop dat deze serie echt goed wordt ontvangen. Dus doe een like. Omdat het sowieso leuk. Financially, I mean. But like life, it's a balancing act. Each division. Yay, daar is hij. Nice. Nice. Heb ik mijn geld gekregen? Ik heb mijn geld. Ja hoor, jongens, volgens mij kan ik het bijna zelf. Ik heb een hele slechte island rating. Ik heb 7000 min per seconde, minuut. Ja, dat krijg je op het begin, hè. Woep. Ik moet 50% genome ervan krijgen. Oké, daar gaan we voor. Oké, dus dan gaan we... Ja, nice, dat weet ik al. View the end position map. En waar konden we de vleeseter vinden? Niet daar. Ook niet daar, daar kunnen we Triceratops, die wil ik ook eigenlijk wel. En daar gaan we nu nog niet voor. Ja, deze. Dus misschien een beetje veel geld voor nu nog. 50 kapen begin. Kust. Fastfood. Ja, nee, niet gelijk, jongen. En dan een pad eraan aanleggen. Expedition team is out. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. Zo, kijk. Nice, kom er maar bij. Gaan we bouwen, let's go. En dan nu nog een ranger station, want die heb je natuurlijk gewoon nodig. Begin even met een... Holy shit, die is koude groot. Ja, maar ik moet hem hierin krijgen, maar daar staan al te veel dingen. Dus ik moet ergens nog een small dinges plaatsen. Zo. Maar je hebt al een ranger station, hè? Staat al. Is dit een ranger station? Nee. Nee, de Hammond Creation Lab is dit. Oh. Kijk. Dit is geen ranger station, hè? Ja, misschien. Oh wacht, hier zo. Dat heb ik helemaal niet gezien. Waarom en hij moet in het cirkeltje zijn. Maar waarom kan ik hem hier niet plaatsen? Andere kant. Mike. Kijk dat pijltje. Anders moet je via dadig in, hè. Oh ja. Zal ik hem gewoon, ja, in plaats van gewoon lekker zo aan de rand ervan. Je hoeft geen even pad te bouwen. Nee, want ik heb hem precies aangezegd. Boom, let's go. Ik heb nog steeds 1 milli ook gewoon, hè. Heb ik al... Ja, je hebt hem. Ja, volgens mij heb ik fossils, of niet? Oh. Oh. Ja, deze wil ik. Deze ga ik gewoon... Oh, yes. Dan krijg je weer genomes. Dit wil... En de triceratops wil ik ook in deze... Die heb je al. Zal ik de parafouders moet je ook even doen. Ik ga deze even cellen op het begin. Deze wil ik ook heel graag. Deze twee, die vind ik belangrijk. Die wil ik heel... Deze wil ik heel graag even snel doen. Kom op, gun me nog even snel een paar. Ah, anders moet ik een nieuwe gaan doen. Ik heb nog steeds een half sterretje bijna. Dat is wel mooi, toch? Dat is voor het begin lekker, maar... Hij moet een vriendje hebben. Oh, dat is heerlijk. Oh, ik heb nieuwe. Nice. Die kunnen alleen maar cellen die. Ja, deze kan ik alleen maar cellen. En dan gaan we ook lekker doen op het begin. Oh, yes. Ik heb alweer 2 milli verdiend. Oh, jongens. Dit gaat echt hard.
5 save creature kan ik drukken. Hoe kan je zien hoeveel je per minuut krijgt? Bij de... Auw. Nee, ik ga niet, ik hoef niet. Hier toch? Ja. Oh, min 1000 man! Maar min 1000! Gast, ik ga hard, jongen! Je bent echt heel en. Gast, kijk, oh, kijk mijn sterretje nu al! Je hebt een missie! Yes! Dat was een missie voor een Millie, toch? Nee. Jawel, jawel. Nee, ik moet hem één keer beten, die dino! Oh, je moet even een nieuwe hoofd snel maken. Even snel een nieuwe hoofd maken. Dan zou ik dit gewoon hier zo dichtbij. Nou, maar dat is super zonde. Dat kost heel veel geld. Ik kan dan ook gelijk cellen. Ja. Ga ik het gewoon doen? Wel even. Of zal ik die er gewoon in laten? Dat is wel dood. Dan hebben we gelijk een vleeseter. Je moet wel even een hokje voor me creëren. Waar hij in kan. Ja, anders gaat die dino's aanvallen. Dat is stom. Net op het begin, want dan gaat er juist. Ja, maar hoe bouw ik zo? Ik zie het wel. Hey, waarom de fuck werkt die niet? Ah, kijk, hij werkt. Klopt. Ik ga gewoon hier zo. Dit bouwen is echt heel irritant. Ja, hè? Gewoon heel veel. Hij moet wel een beetje groot genoeg. Ik kan hem gewoon lekker tot hier bouwen, denk ik. Denk je dat dit zo goed is? Ja. Dan moet je daar even speciaal iets voor maken. Even kijken. Gaat alles goed? Alles is power. Ja hoor, nice. Moet je weer even een power. Oh, yes! 3k per minuut! 3k per minuut! Ze hebben het gezellig hier. Nice! Oh, je hebt geen 2 mil meer. Nee, je gaat sowieso geen 2 milli meer hebben. Een gate is natuurlijk altijd handig om hierin te hebben. Dus ik bouw die gewoon hier zo. Daar mag je sowieso niet doorheen komen. Alles gaat dan moet ik zo'n center hebben. Waar het pak staan die dingen. Dat is ook bij enclosures. Oh ja, hier. 400k. Zo, hé. Oh, maar dat ding heeft natuurlijk ook nog stroom nodig. Hondenzooi. Waar? Piep, piep, piep. Kijk. Oh, waar ga ik dat ding ooit willen bouwen? Dat ding is zo groot. Holy cow, kan ik hier? Kan ik het niet gewoon... Nee, die... Ga ik die missen? Hoe ga ik die... Zal ik hem gewoon... Ja, ik denk dat ik gewoon hetzelfde als kolonie hier gewoon zo'n dikke strepen doorbouw. En dan met zo'n hok gewoon dat ik die ene daarheen en die ene daarheen ga doen nu. Anders gaat het me nooit lukken om hier. We hadden 2 planteten zitten, daar moet je juist. Dit is voor de vleeseters, toch? Ja. Zo knijters duur, jongen. Gewoon voor het begin al. En dit moet niet heel groot worden. Hier, kijk, nice. Dat is al aangesloten. Gate. Ja, ik wil hem eigenlijk het liefst hier. Kijk, dat is nice. Ah, fuck, en die kan ik weer niet, hè. Ja, nice. Godverdomme, moet ik dit... Moet ik alsnog naar de demolish. En dan moet ik dit weghalen. Jongens, dit is te duur. Voor het begin. En wel lekker muziekje op de background. Hier, zo moet hij toch wel erin. Kutzooi, hier staat ook een gate. Dus heel even. Zo. Hopelijk gaat hij niet dom zijn. De Ranger team. Kijk, dan kan de Rangers. Dus, oh, dan moeten de Rangers zo rondheen rijden. Maar boeien, boeien, boeien. Anders rij ik zelf wel als Ranger. Ja, kijk, nice. Dat kan. Yes, en dan kunnen we hem. Dat is wel heel duur, maar. Die is volgens mij 5. Ik moet nog één kant doen. Als deze nu gaat falen, jongen, dan ga ik echt janken. Maar ja, dan is het maar zo. Maar heb ik nog even fijne fossils? Ja, deze. Kan. We zijn wel.
Ik ga deze gewoon gelijk extracten. Dat is echt nice. Alsjeblieft, ga deze net halen, jongen. Dan ben ik echt blij. Ik ga denk ik even... 500k om die te maken. Dat is voor het begin veel te veel. Hier is toch het Ranger team. Even lekker driven. Minecraft, die secret. Nee! Dat is toch niet handig voor het begin? Dat kost kapot veel geld om die secret. Oké, okay, nee, oké. Okay. Je kon een foto maken. Yep. Ah, Dr. Dua. Wat is dit nou? Reach to. Ik ga deze nog tot nu toe even de line. Ja, dan moet je 25.000 per minuut krijgen. Ja, als deze goed zo klaar is, 60. Ja. Oh, dat is gewoon echt geld voor mij. Wat deze maken? Ja. Oh, kut, nu kom ik er pas achter. Ik moet hier zo natuurlijk ook nog zo'n muur bouwen. Oh, my, eentje wil met Dana Vlees heen gaan. Nee, mag niet. Godverdomme, hoe ga ik die hier wegkrijgen? Je moet gewoon even een beetje scheef doen, even een beetje scheef. Ja, anders moet ik hem helemaal naar die kant daar plaatsen, dat is toch kut? Anders moet ik hem helemaal hierheen bouwen. Boy, ik maak gewoon deze kant waar hun allebei nu staan gewoon voor de planteneters. Hier ze. Ik was hier al bang voor. What the fuck? Bouw het. Waarom komt hij hier maar niet? Hier staat duidelijk niks. Bouw hem. Dan moet je wel obstructed. Kijk, nice. Kijk, dit is de kant van de planteneters, dit is de kant van de vleeseters. Ja hoor! Release! Alleen welke kant gaat die nou op? Hoe weet jij dat? Want daar staan allebei die andere dieners niet. Als ik alleen die gate open doe, dan gaat die automatisch naar die gate toe. Oh ja. Ah, ja hoor, lekker gewoon, maar ik heb je even geskipt. Ga maar richting... Ga er maar in. Ga er maar in. Ja, ja, ja. Kijk. Construct and power. Kom op. Nee, ga er gewoon in lopen. Maar doe niet moeilijk. Ik moet even iets voor de close. Beep, 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 beep. Ik wil gelijk naar die planteneter. Oh nee, ik dorf zelfs altijd op het begin. Zit hier een planteneter, anders is hij dood. Nee, die zit hier. Okay. Ik hoop niet dat hij hier trouwens doorheen wil. Hij zit altijd te loeren van. Ga niet loeren. Ik ga je tranquilizen hoor, ik zweer. Oh, oh ja, hij drinkt. Ik moet wel eens JCU ding nog hebben zo meteen. JCU. Ja, anders kan ik hem heel moeilijk tranken. Ja, dat anders kan wel. Met die auto. Ja. Ik moet een kledingshop hebben, oké. Okay. En dan moet je even searchen. 50k per minuut! Ga weg! Kijk dit! What the hell? Dit begin, jongens! What the hell? Dit is lekker! Kijk deze klanten! Yo! Dit komt sowieso naar hem. Ga niet loeren of zo! Je komt allemaal naar hem. Hey, het wordt wel lekker comfortabel. Ja! 100% comfortabel. Ik ga er niet nog een van maken, dat wordt echt risky. En een kledingshop, dan kan dat gaan we vechten, anders gaan we vechten. Niet altijd gelijk, alleen dat... Nou, anders gaan we sowieso eens een keer vechten. Mike, viewing! Viewing dingen! Filmkijk dingen! Oh ja, ja, dan ga ik... Krijg ik nog meer geld, pik. En waar staan die dingen? Die staan daar... Jawel. Oh, ja, ik dacht dat je dacht dat het weer daar komt. Nou, waar ga ik die plaatsen? Dat zo. Kijk. Hier? Ja. Hier? Ja. En dan moet je er ook nog een bij de vlees eten doen. Ja, maar ik moet stroom hebben. Nee, kijk, van vier kan je het wel zien hoor. Kijk. En dat is heel moeilijk te zien hoor. Hoe ga ik ooit als stroom komen? Ik weet echt niet hoe die stroom werkt. Eerst trouwens heel even carnival feeder. Hier. Ja. Hier, eentje. Eén, twee is genoeg. Ik moet ook eens een keer invullen alleen. Ik heb maar 600k.
Oké, rip geld. Kijk, en mijn 50k en nog. Ja, maar ik krijg per minuut wel 50k, hè? Even kijken. Oh ja, echt. Die van 10k, Mike. Ja, nee hoor, per minuut niet. Wel. Gast, je krijgt iedere denk 20 seconden iets, hè? Oh. Even. Ja, dit ding heeft geen power. En geen pad. Godverdomme, maar dan. Oh, dat kost me allemaal zoveel geld, hè? Kijk, dat heeft geen stroom nodig. Oh, jawel. Jawel, maar hoe kom ik aan stroom? Waar kan je die stroomdingen bouwen? Hier toch? Alles is te duur. En moet ik heel veel per minuut gaan krijgen? Je was maar een beetje met een klootzak. Ja, hoe bouw je stroom, Rick? Zie je daar geen stroomteken, kutje? En wat zei ik? Zie je daar geen stroomtekentje? Misschien maar heb je daar power. Nou, kijk, moet ik substations nog niet? Nee. Wow, lange paal. Pylon. Oh ja. Zou ik die gewoon hier bouwen? Ja, dan moet je die eerst aan die vast maken. Hoe? Kijk, dat doet hij automatisch. Oh, ja. Dan moet je er nog één hebben. Hij is serieus niet vastgemaakt, godverdomme. Wel. Nee. Zo. Kijk, van de vier verbindt hij me alweer niet meer. Zo is hij wel goed. En dan substation. Waar? Waar moet ik een substation? Hier? Gewoon hier, boeien. Alleen op een plek, dan doet hij maar niet. Ja, maar hoe gaat hij dan stroom krijgen, Rick? Want degene heeft hij nu al stroom. Oh, nee. Hij is een substation. I'm Owen Green. Owen to my friends. I've seen things I'd rather not talk about, but it hasn't. En dan moet ik nog zo'n small power station hebben, zeker. Maar die kijk, die zijn 500.000, jongen. Je hebt al 400.000. Anyway, nice to meet you. Godverdomme. Lekker, je hebt al bijna anderhalf zeggen. Ja, gaat lekker. Als niks stroom heeft. Deze hebben ook al staan niet meer verbonden met elkaar. We gaan alleen bij de verf voor die volgende stroom. Waarom kan ik hier geen pylonen plaatsen? Ja, dat is jammer. Kijk, nice. Ah, kijk, hij stroom! Kijk, nice! Dit ding heeft ook stroom. Oh, kijk, dan kan ik zien wat hij viewt. Oh, kijk, hij viewt hem dan net. Hij zit nergens even op de plaat, dus we moeten eigenlijk. En hij zit wel echt de hele tijd te loeren, nog. Ik vertrouw hem niet. Waarom gaat hij daar nou loeren? Terwijl hij daar hij zit er gewoon, maar hij zit. Hij moet even snel eten, anders gaat hij sowieso erop af. Even. Oh, hij heeft genoeg honger. Hij heeft geen honger. Echt bijna. Nee, je gaat het niet doen. Hij gaat even drinken. Gaat hij weer drinken? Hij heeft echt. Ja, kijk hoe weinig drinken je heeft. Hij heeft best veel. 59k per minuut. Oh, ik heb 500k. Oh, nee, maar die heb ik niet nodig. Hè. Kijk, ja, even, hij heeft power. Oh ja. Ik moet er even. Oh ja, zo'n JCU station moest ik nog hebben. Dat is wel duur, maar. Dan vind ik heb 500k. Dat is op een pad. Ja, hier weer gewoon, denk ik, toch? Ja, daar komt een beetje de private gebouwen. Komt sowieso door het water, zeker. Waarom kan ik het niet? Duidelijk genoeg ruimte. Alleen dat hij op het pad staat, zeker. Hè? Kom zeker zo. Waarom kan ik hem niet? Hij zit dan niet meer in een vechtpool. Dat bouwt echt helemaal niemand. Volgens mij is het niet flat genoeg. Mijn flat maken kost ook veel geld. Gewoon flat. Ik kan het ook flat maken.
Hier, ik ben het vlot aan het maken, maar het kost echt me niet. Maar het kost me geen geld, lol. Hey, ik heb al bijna die 2 sterren. Oeh. Dat is koude hart, ik heb 600k. Nice. Het begint te regenen. Ik moet echt zo even zo'n JCU station, want die zijn echt nodig. Wil je heel ver omhoog gaan? Dan plaats ik hem toch gewoon nergens hier. Ik dacht ik aan het ook. Hier is duidelijk genoeg ruimte. Want, ja, van bomen. Bomen sloopt automatisch. Boy, dan haal ik toch wel als jij dat per se wil die bomen weg. Nee, ik heb daar helemaal niet van gewerkt. Doei. Doei stinkbomen. Wacht, je daar helemaal niet zo. Zo, doei bomen. Werkt die dan nu wel? En daar is weer sowieso niet flat genoeg. Is op zijn minst de plek waar hij wel kan dan. Volgens mij kan hij gewoon in mijn hele park nergens. Oh ja, eindelijk! Zou die dit tellen? Een klein beetje in het zou die dat? Nee, dat telt hij jammer. Uitboeien, dan bouw ik gewoon pylonnen. Dan bouw ik een nieuwe pylonnen met een substation. Oh, wat die staat daar al. Nee, ik weet dat het niet goed is dat hij... Ja, ben ik al mee bezig, jongen, zeikert. Pilon. Vuurpiet. Ja, hij zit eten te zeggen dat ik... Ja, ik weet het, dat hij een connectie nodig heeft, deze. Zo. Dus is die nu... Nee. Je hebt die nu zo verbonden! Heeft daardoor deze nog steeds geen wifi dan? Nee, maar kijk, je hebt die met die eindigste. Ja, maar dan zou die toch alsnog wifi moeten hebben? Nee. Als deze. Dat ging met de eerste. Zo, nou, ik ga echt een 8. Dat was een challenge dat je 8 miljoen totaal moest verdienen. Dat ga ik echt niet doen. Dat gaat mij nooit kunnen lukken. Zo dan. Ja! Maar alsnog heeft hij niks, hè? En dan bouw ik hier toch een substation. En die dan even verbinden met hem. Ja, maar waarom heeft deze dan nog niks? Er staat dat die power confused 0. Moet ik eerst een pad erop bouwen ofzo en dat die dan werkt. Nope. Waarom? Als hij heeft geen power nodig staat hij, maar... Waarom werkt dit niet dan? Nee, hij heeft nog 0 power. Maar hoe gaat hij dan power krijgen? Fuck. Er staan duidelijk 4 pylonnen naast. En substations. Wat zei ik dit ding nou? Waarom heeft hij ook in één keer niks meer? Ik weet al wel. Maar misschien moet dan die lijn er niet zijn. Volgens mij is dat het gewoon. Ja, hoe ga je die weghalen? Met de molles. Daarmee kan je... Oh, wat, je kan gewoon de lijnen ermee. En de weg, dat boek... En nu moet je die substation even weghalen. En nu doet hij nog steeds. En nu zegt hij dat die geen power heeft. En dan krijgt de Ranger Station weer wel. Wat de hel. Je komt gewoon door die lijn. Dus je moet wel die substation hebben, denk ik. Gast, kijk dan, wat de hel. Wat de hel? Het is game trash, oké. Okay. Het is game trash. Dat betekent dat het slecht is, hè? Waarom zei jij het dan niet? Gewoon omdat hij glitcht, hè. Wauw, wat boeit het? Oh, ik snap, dit is echt een kut spel. Waarom heeft die dan in één keer niks meer? What the fuck? Dit ding kan nooit van zijn leven ooit wifi gaan krijgen. Staat duidelijk, dit ding staat ernaast, jongen. Werkt dat of zo? Gast, kijk dan, ik heb nog steeds zo weinig geld door al deze klote meuk, jongen. Ja.
Je hebt nu kunnen bouwen. En wat nou als deze klaas mij bouwen? Alsjeblieft zeg dat hij het even doet. Gast, what the fuck? Waarom doet hij het niet? Kan ik de bouwen niet even bekijken of zo? Waarom kan ik wel gewoon met de JCU gaan? Waarom kan ik wel gewoon vliegen? Waarom doet hij het wel? Oh, ik hoef niks te trans. Hij werkt wel, maar hij zegt dat hij geen wifi heeft of zo. Hij heeft geen stroom. Maar ik kan er wel gewoon mee vliegen. En ik kan gewoon transporten. Oh, weet je waarom? Hij heeft power 10 nodig en hij krijgt maar power 3. 4 of 5. Oh, dan moet ik de outline upgraden. Hoe dom wij zijn. Zijn wij ook gewoon bezig, hè? Nee. Dat is dus power station. Ik moet de research. Ja, nice. Buildings? Nee, buildings upgrades. Ja. Deze. Ja. Kost 100k, boeien. Ik heb het gewoon gedaan. Even een power outlet geupgrade. En outlet bedoel ik. Wat is nou 60k per minuut. Je moet even de item voor research center. Die moet direct even doen. Even kijken, heb ik nog nice fossils die ik kan gebruiken. Gewoon even doen en dan gaan we een nieuwe researchen. Dat is een... Zou ik gewoon even een leuke dino een keer beten? Ik kan zo meteen wel straks even een trike. Alleen, ik moet nu heel even doorgaan met dit. Want waar staat... Maar ik moet kloofshop hebben. Ja, maar waar staat die? Boy, ik doe gewoon even een gift shop. Dat is een cadeautjeswinkel. Ja, toch. Dat is toch ook leuk. Goed, mensen gaan weg. Gast, dat is altijd. Ja. Bij ieder park gaat er altijd iemand weg. Dat hoort. Zo. Dan moet ik hem even draaien. Ik vind het wel leuk om in te dachten. Nou, voordat hij gekild wordt. Dat is het sowieso. Nou, kut zo. Kijk. Wow, deze die geeft in totaal 1. Power Connections 4. Oh ja, zo'n oude, zo'n ding. Fuck, waarom heeft deze denk ik geen power meer? Moet er nog een substation worden geplaatst? Ik snap dit hele spel niet. Boeie, ik bouw hier nog één. Ik weet niet of het iets doet, maar... Hij heeft geen internet. Hij is niet verbonden met iets. En dit ding heeft ook geen kabel. Wat lach jij nou? Jij snapt er ook niks van, hoor. Dus doe ik. En nu werkt deze wel. Oké. Blijkbaar moet je veel... Waarom hebben we denk ik 3 dingen niks meer? Die... Sowieso. Deze heeft niks. Die heeft niks. Wat? Deze heeft ook power nodig, deze substation. Want hoeveel power heeft deze? Hij zegt dat hij 0 power nu heeft. Maar als het goed is, als ik 1 extra substation die wel werkt plaats, dan zou die moeten gaan werken. Maar waarom heeft deze geen internet dan? De ding heeft tik vet connection, boeien. Maar boeit die ECU station gewoon niks. Yeah, nice. Weer een trofee gewonnen staat er bij mij. Gasten, boeien. Ik ga deze ding gewoon deleten. Hè. Godverdomme. Het spel werkt zo slecht. Kijk dan, Rick.
Waarom... Oh, dit spel werkt soms zo slecht, hè? Is dit een beta of zo? Dat werkt niet echt. Het is echt een slecht spel. Ik zou het wel kopen, het is grappig, alleen het werkt soms echt kut. Maar ik ga die kabel ook gewoon echt niet aansluiten straks, hè? God, hij zegt dat hij geen kabel heeft. Wat staat hier? Een kabel. Wat een kutspel is het. Echt, het is gewoon geld verneukt. Je hebt er bijna niks aan en het werkt ook soms echt niet goed. Moet ik even 20 substations plaatsen, wil dit ding gaan werken uiteindelijk. En dan zegt hij dat dit ding geen connection heeft. Moet ik hier dan ook zeker zo'n small kudding eens plaatsen? Het verdomme. Het is allemaal veel te veel geld. En zie je dat het alsnog niet werkt. Wedded gaat het nog niet werken onderhand. Bas. Je hebt ook een kabel nodig. Ja, want ik moet de kabels aan de ding zijn aangesloten. Willen kabels werken. En kabels kosten. Ik kan mijn 7 kabels nog plaatsen. En dan is al mijn geld op, hè. Gast, ga naar die klooibouwmode. Dank je, eindelijk. Nee, deze, ja. Oh, die kostte 10k, joh. Dan moet ik deze... Hij doet het gewoon weer niet, hè. Power, pilon, deze aansluiten met die. Die, kijk, deze heeft nu wel kabel. Moet deze nog aan het bouwen? Oh, hij is nog aan het bouwen, joh. Kom ik nu pas achter. Ja. Eindelijk, hij Fifi! Hij werkt! Nice! Heeft me een tyfus eind geduurd. Maar eindelijk, het werkt. Dan blauwt ik hier nog even een extra substation. Want dan ben ik van dichter, zei ik af. Dan zie ik... Nee, dat ding heeft wel gewoon wifi. Zo. Ah, kijk. Nu begint het veel nicer te worden. Dit spel. Waarom heb ik in één keer nog maar 50k per minuut, terwijl ik net 60k had? Wat heb ik nu weer fout gedaan? Mijn geld is op. Nee, oké, dat is het niet, maar... Is dit een shop te duur of zo? Nee. Zet ik lunchbox, maar ik moet even... Je moet even Mijn vers gewoon niet voor de item shop, want je hebt geen item shop nodig, hè? De clove shop. Ja, hoe ga ik aan die hoe kom ik aan een clothing shop? Die heb je niet eens nodig, mij. Die heb ik wel nodig. Anders kan je wel gewoon dingen... Ja. Oh ja, ik moet hem researchen, dus ik moet hem zoeken. Kijk. Nu wordt het allemaal duidelijk, jongens. Het begint leuker te worden. Want ik begin dingen te snappen. Verdomme. Ja, kijk. Kost me 200k, godverdomme, ik heb geen geld. Nou, jij doet nog 100k, hoor. Ja, oké, ik krijg wel wat per minuut. Dus even wachten, even kijken wat we dingen. Ik moet zo meteen even nog wat fossielen en alles gaan verzamelen, maar... Hé, hey, dit is op voor het begin. Hé, hey, Kaira heeft nog steeds niks gedaan, hè. Kaira is nog steeds daar lekker bezig. Zijn water is een beetje laag, maar... Hoe gaat het met deze? Vol helft. Kijk, dat is goed. Vol helft en vol helft. Vol 14! Eerst heel hoog bij hem, volgens mij. Ja, kijk, dan met deze ook, hoor. Deze heeft het ook heel gezet. Hé, hey, dit is... Echt een lekker begin voor een video. Ik weet niet hoe lang ik al een video upload. Maar ik ga nog even die kledingshop ding doen. Ding dong dang ding dong. Skibidi dang dong. En de dang 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 dong. Nou. Ik kan hem bijna bouwen, jongen. Bijna researchen. Dan moet je hem ook nog kunnen bouwen. Ja, dat kost ook nog tyfus veel. Search centers required. Kom op, nog 6000. Ja, waarom heb je daarvoor een research center nodig? Terwijl je het in een research center moet maken.
Ja, maar dat ding gaat ook sowieso heel veel stroom nodig hebben. Maar die ga ik sowieso hier bouwen. En dan hoop ik dat dit genoeg stroom is met deze erbij. Want deze, kijk, deze heeft een power outlet van 60. Dus deze kan in totaal 60 geven. Long. Natuurlijk, dat kan ik ook nog even doen hier. Want hier. Jongens, we gaan de video uit. Jongens, we hebben hem geresearched. Alleen, ja, hier moet ik het denk ik zo meteen even flatter maken, maar dat boeit niet. 120.000 maar. Oké, die valt echt heel koude mee met geld. En kijk, ja, hij zit wel de hele tijd te loeren. Maar kijk, als hij hier doorheen breekt, dan boeit eigenlijk niet heel veel, want dit zijn echt niet dure beestjes. Gromgrommen. Ik ben. Ja, zit op de lul, hè? Hij gaat er nog wel, denk ik, doorheen. Hij wil. Hij gromt, oké. Okay. We willen het heen. Maar jij weet, ja, dat ja. Als jullie het weten, dat hij wat betrapt wordt. Anders ren ik gelijk naar de Ranger Station. Of zou ik dan naar de CU? ACU. ACU. Zou ik die gelijk pakken en hem tranquilizen? En dan eerst dat. En dan moet je mezelf. Jij moet hem. En even repair en transfer. En dan moet ik die even transfer. Hoeveel verdien ik trouwens nu al? Oké, weer bijna 60.000. Oh, bij de 3 sterren heb ik alweer die nieuwe gelokt, ja. Kijk, alles helemaal geconnect. Hoe kan ik überhaupt... Zo, ja, dit is koude hoog. Alleen je moet die andere nog even doen. Barbarity. Ik moet even vier sterren uiteindelijk krijgen. Dan heb ik die sandbox mode volgens mij. Oké, ik kan hem bouwen jongens. We gaan hem ook gelijk bouwen. Clothing shop. Oh, hij is kleintje. Het is al van Dino. Zo, zal ik hem gelijk hier bouwen? Ja, why not? Hij zweeft. Dino, hij moet echt zweven. Dat is echt leuk. Nee, kijk, hier is mooi. Kijk, dit is een mooie plek. Een beetje schuin. Maar dat kan de pret toch niet bederven, jongens. Hier, kijk. Gelijk even een vet groot pad eraan aangelegd. Kijk jongens, je park verloopt al lekker hoor. Zo hé. Kijk dan, dit hebben we gewoon al bijna in de eerste aflevering gebouwd. Construct and power and clothing. Kom op jongens, jullie gaan het bouwen. Bob de bouwer. Kunnen wij maken Bob de bouwer. Nou en. Oh. Dit is gewoon Bob de bouwer jongen. Het begint weer lekker te regenen. Nog een boeit het überhaupt als het regent? Nee. Let's keep it up. Satisfaction is what we aim to give our guests. Wat kost het? Oh nee. Ik moet iets bouwen en dat is zo duur. Kijk hè. Ik moet dit ding bouwen. Deze. Van 200.000. Jongens, dan gaan we echt Nee, Jurassic World jongens. Gebeurt er hier iets spannends? Behalve dat hij aan het loeren is. Yo. Oh ja, hoe gaat het? Ziet er bloederig uit, maar dat hoort bij deze dino. Hij is gewoon heel... Kom. Hij is niet heel sociaal hoor. Oh jawel, juist wel. Kijk, als hij je niet comfortabel voelt, kijk, dan gaat hij hier sowieso heen. Oh. Die zijn zo schattig. Hebben het door. Hij verdrinkt ook gewoon bijna. Leuk. Ik heb echt gewoon zin om. Ik heb echt zin om gewoon die vleeseter erin te laten, maar dat ga ik sowieso niet doen. Hij heeft nog niks gegeten. Nou, dat snap. Jongens, we kunnen hem bijna over een minuutje. Over een minuutje gaan we hem bouwen. Kijk maar. Hoeveel per seconde hebben we überhaupt nu? Nog steeds hetzelfde. Wat mijn bubble doet is mijn expensive min 220.000. I don't know.
Want nu staat er in één keer inkomen, dus wat ik in binnenkrijg. De inkomen zijn nu boeien. Dat boeit me gewoon. Missions. Ja, deze. En dan krijgen we onderhand weer een mini. Nee, nee, dan krijg je een mini. Een mini. En dan krijg je een nieuwe dino. Echt? Ja, Dragorex. Echt? Ja, die wil ik. Dat is Apache. Die is zelfs rudimentair nu en nog. Die faal wordt. Maar daar hebben we gewoon al bijna. Daar kijk maar naar de missie. Ik ga er alvast bij staan hoor. Dat kan wel. Bijna. You can him! Oké, jongens, maar. We krijgen dat sowieso op het begin af. Nee, ik wil hem ergens anders. Dat is spannend. Naast hem, naast hem. Naast hem. Gewoon hier. Waar daar komen ze. Huh? Kijk. Ja, construct alive, beet vierde. Als het goed is dit hem, ja. Maar hij moet hem als goed killen. Nee. Kijk, je hebt hem gehaald. Incoming. Bam, jongens. Bam. Lekker. Wow. Hey, en de draco. Oké, maar wel even dit kijken, jongens. En hij gaat oh, op... hij gaat er al heen. Hij gaat er al heen. Hij ruikt vlees. Ah ja, hij moet... Maar je kan... Weet je wat het mooie is? Je kan zien bij zijn stadje of schapen hij heeft gekild. Ja. Ja. Oh ja, ja, pa, hij ziet hem. Hij ziet hem, denk ik. Eet daar! Hij ziet hem niet? Hij heeft volgens mij geen honger, of wel? Wel, hij heeft best wel honger. Hij gaat er sowieso... Hij gaat er wel echt op af, hoor. Zo. En sowieso... Waar ga even... weg? Ja, ga ik en de trike. En de trike, oh yeah. Knap. Die twee fossielen krijg je. Dat sowieso. Oké, nice. Dit is echt lekker. Maar is Luna niet naar hem? Luna, dat schapie. Waar is dat schapie ook weer heen? Hier. Oh, hier. Hey, schapie. Maar kan je zijn stad zien? De stad van het schaap zien? Het zou mooi zijn. Maar jongens, dan kunnen we heel hard vooruit. Hij rent op het schaap af. Hij kijkt hierheen. Ja, dat is het schaap. Precies. Hij loert nooit echt op. Ga er maar gewoon heen. Ik weet het wel. Kijk hem daarachter loeren. Hij doet loeren wat hij aan het doen is. Oh ja. Jongens, dit mogen we niet missen. Hij ziet hem al. Hij gaat echt op af, jongens. Kom op, jongen. Daar, ja, jongens. Rip mijn schaapje. Oké, nou, dit was de video, jongens. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En laat later. Jullie kunnen even zien hoe nog een schaapje op bot gespand. Wat is nog een schaapje gespand dan? Volgens mij wel. Oh, nu moet je maar even revullen. Nee. Kijk, Revice is nog 9 van de 10. Dat is erg. Oké, jongens, maar dit was de video. Later.